De tokkelharp, een eensnarig instrument. Hout, één snaar en een tomatenpureeblikje. Dit is het prototype, ooit mee begonnen van hout. En dit zijn modellen die ik heb beschilderd. Allerlei verschillende kleuren. Ik zal een stukje laten zien hoe dat klinkt. Het tomatenpureeblikje. Het werkt als volgt. Je legt hier je hand op. Steun deze op je been. De onderkant op je been. Hiermee kun je stemmen. Zodat de snaar verschillende tonen kan krijgen. Je hand leg je op het blikje. Waarmee je eigenlijk een soort een klankvorm krijgt. Eigenlijk net zoals een mondharp zou je kunnen zeggen. Dan is er wel een ander trucje. Je kunt het blikje natuurlijk optillen. Waar je een lichte toonverandering mee kan krijgen. Goed, een stukje tokkelharp. Je kunt natuurlijk ook spelen. Ik speel met mijn vinger eigenlijk. Zo sla ik heen en met mijn duim sla ik terug. Maar dan kan je spelen. Je kunt ook een plektrum gebruiken of je kunt hem plukken met je nagel. Dat maakt niet uit. Ik speel op die manier. Spelen. Ze zijn ook te bestellen eventueel. En als je zegt van ik wil er gewoon een ander plaatje op, kan dat ook. Misschien heeft u een leuk thema of u denkt van dat lijkt me wat. De tokkelharp.